Oké, poging 800. Oké, komt ie. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video. In deze video gaan we jullie 5 tips geven hoe je als student kan overleven met zo min mogelijk geld. En vandaag heb ik Paul meegenomen. Paul is tweedejaars student aan de HVA. Hoi. Blijf kijken. Tip 1. Tip 1 is, bestel nooit je schoolboeken voordat je de eerste les hebt gehad. Je kan altijd aan de docent vragen welke boeken je nou echt nodig hebt en welke je nou niet echt nodig hebt. Wanneer je weet welke boek je nodig hebt, kan je altijd aan ouderejaars vragen of je ze tweedehands over kan kopen. Dit is veel voordeliger en ja, je hebt dezelfde boeken voor veel minder geld. Heel vaak kun je ook online pdf's vinden van hele boeken. En als je dan toch een boek koopt, kun je die aan het einde van het jaar weer verkopen. Tip 2. Natuurlijk kan je in de kantine voor 5 euro een broodje kopen. Maar je kan ook voor 5 euro 2 hele broden kopen met beleg en daar dan 2 weken mee doen. Dan kun je dus naar school altijd je eigen eten meenemen. En dan ben je veel goedkoper uit. Tip 3. Voor tip 3 is het niet voor iedereen weggelegd, maar... Als het lukt, betaal dan voordat je schooljaar begint in één keer je collegegeld. Dit is namelijk op jaarbasis zo'n 29 euro goedkoper, dus het bespaart geld. En je hebt dan niet per maand dat je elke keer 200 euro moet betalen, wat echt een rip uit je lijf is. Dus dat valt dan per maand als een soort van minder zwaar iets. Dus probeer in één keer je collegegeld te betalen. Tip 4. Ga niet per dag boodschappen doen, maar doe het 1 of 2 keer in de week en haal dan spullen die in de aanbieding zijn. Dus baseer je eten, je avondeten, op bijvoorbeeld op broccoli als dat in de aanbieding is. En zoek daarbij een passend gerecht. En als laatste tip 5. De laatste tip is, mocht je toch te enthousiast veel eten hebben bereid en je hebt eten erover of er zijn minder mensen meewezen eten, vries dan altijd je etenrestjes in. En wanneer je ze dan weer wilt gebruiken, dan is het handigst om al je eten op 1 groot bord te verspreiden. Dan zet je het eten in de oven op 160 graden ongeveer. En dan laat je het 6 of 7 minuutjes in de oven staan en dan kan je weer heerlijk eten zonder dat je ervoor boodschappen moet doen en weer geld uit hoeft te geven. En anders kan je het ook altijd in de koelkast bewaren als je zeker weet dat je het de volgende dag op gaat eten. En mocht je nou denken, ik vind het niet zo lekker om eten uit de vriezer weer opnieuw op te warmen, gooi dan gewoon wat extra saus hier weer overheen, verse saus of nog wat geraspte kaas of nog wat kruiden toevoegen en dan heb je weer een heerlijk recept. Dit was het filmpje met de 5 tips hoe je als student kan overleven met zo min mogelijk geld. Wil je nou nog een filmpje zien? Klik dan hier om mijn vorige filmpje te zien, How to Survive School Without a Laptop. En klik hier om te abonneren op het HVA YouTube kanaal. En dan zeggen wij voor nu, ciao! Doeg!